Jullie kijken waarschijnlijk deze video omdat jullie wel eens depressief zijn geweest. En niet weten hoe je uit het donkere gat naar het licht kan komen. En waarom dat überhaupt bestaat. Marco Witsch hier, Reconstructed, het herbouwen van je geest en je lichaam. Elke dag 1% beter worden. Okay. Waarom komen we überhaupt in depressies? Waarom zijn er mensen die zelfmoord plegen nadat ze zo diep gezakken zijn in het donkere gat? Wat depressie heet. Waarom moet dat bestaan eigenlijk? Nou, het is een heel simpel antwoord. Om dus, het moet dus donker zijn, zodat vanuit het donker het licht kan schijnen. Als er geen donker was, zou er ook geen licht zijn. En als er alleen maar licht was, het licht kan niet bestaan zonder donker. En het licht is eigenlijk het goede. Het licht is datgene wat jou uit je depressie haalt. Oké, maar wat heb ik dan aan deze informatie? Het betekent dat na elke piek, na elke daling, er gewoon weer een goede moment zou komen wanneer je goed zou voelen. En vaak is het zo dat we dus gewoon even door moeten gaan. Oké, een naaste is overleden. Ontzettend erg. Je zakt. Een daling. Je voelt je heel kut en soms ga je veel dieper dan dat je dieper misschien moet gaan. En wie bepaalt nou hoe diep je moet gaan, oftewel hoe depressief je moet voelen? Niemand, dat bepaal je alleen zelf. De omgeving die je hebt, die kan er ook voor zorgen dat jij dus misschien je nog erg voelt. Dus als je in een slechte omgeving zit, je bent bijvoorbeeld, je hebt een kut omgeving op werk bijvoorbeeld. Thuis is je situatie niet goed. Bijvoorbeeld, ik heb geluk, en wat is geluk? Geluk bestaat niet echt, maar ik heb een goede situatie thuis. Ik ben goed met mijn ouders. En het is in principe best wel een positieve omgeving thuis. Fijn, oké. Werk misschien iets minder, maar ook prima. En als mensen negatief aan het praten zijn, probeer ik dat dus niet aan te nemen. Probeer ik mijn eigen positieve bubbel te creëren door muziek te luisteren waar ik vrolijk van word. Door dingen te luisteren waar ik naar op zoek ben, wat voor. Dus dingen te luisteren naar. Stel je voor, ik wil meer iets weten over depressies. Dan kijk ik een video over depressie en misschien motivatie ook. Ik ga niet het zwarte nog zwarter maken en het gat nog dieper maken. Zodat uiteindelijk veel moeilijker daarin dus het licht kan schijnen. Dat ga ik niet proberen te doen. Dat zijn mensen die vaak negatief zijn. Die trekken ook die negativiteit aan. Mensen bestaan nou eenmaal uit vibraties. Een kleur is een vibratie. Wanneer je de kleur roze ziet, dan denk je niet alleen maar, het is fucking gay. Maar we worden ook stiekem wel blij van de roze kleur. We worden blij van een gele kleur bijvoorbeeld. Oranje. Dat zijn dingen waar we blij worden. Dat zijn die vibraties. En wanneer we zo diep in het gat vallen, moeten we dus niet de negativiteit opzoeken. En het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik heb wel eens op een van mijn banen gehad vroeger van, oké, mijn collega's doen negatief. Er zijn slechte dingen gebeuren op werk. En dan ga ik uiteindelijk een beetje met ze meepraten. Terwijl ik ze dom vind omdat ze zo negatief zijn bijvoorbeeld. Toen ik in het bedrijf werkte. Ja, maar uiteindelijk wat ik dus zag van, ik werd dus negatief. Ik was ontzettend positief op werk. Ik had een goede tijd op werk. Maar omdat mensen dus bijvoorbeeld aan het roddelen waren. Roddelen is negativiteit. Roddelen is negativiteit verpakt in weet ik veel wat. Verpakt in een mooie jurk. Zo, je denkt je bent normaal aan het praten terwijl je aan het roddelen bent, maar dat bestaat niet. Je kan niet normaal praten wanneer je aan het roddelen bent. Het is al niet normaal dat je roddelt, want het is beter om alleen over ideeën te praten. Natuurlijk moet je het uiteindelijk en zal je uiteindelijk ook wel over mensen praten. Maar waarom altijd in negatieve daglicht zetten? Waarom niet denken van oké, die man, die vrouw heeft ook wel iets meegemaakt in het leven. Wie ben ik om te oordelen? Oordeel jezelf. Kijk naar jezelf en besluit zelf van, oké, welke situatie ben ik nu en waar wil ik naartoe? Daar moet je naar kijken. Daar moeten we gezamenlijk naar kijken. En als we dat doen, dan zal elk persoon eraan aan zichzelf proberen te werken. En wanneer elk persoon aan zichzelf werkt, dan zal ook uiteindelijk die energie, die vibratie dus verspreiden. Wanneer die vibratie verspreidt, creëert dat meer positiviteit. En met dat creëren we een veel betere wereld. En zeg altijd van, hoe kan je de wereld veranderen? Begin bij jezelf, al die onzin. Eigenlijk is het geen onzin. En sowieso van, wat heb je eraan om andere mensen te oordelen?
niet zoveel. En wie zijn wij om te oordelen? En dit is hier een interessant verhaal van. Ik heb een film gekeken en er was een man. En hij kreeg uiteindelijk de kans om ervoor te kiezen of zijn zoon of zijn dochter dus naar de hel zou gaan. Want dat was een man waarvan, dus hij had drie kinderen. Twee zijn dus levend overgebleven. En eentje was dood. En diegene die dood was, dat was dus een klein kindje van 8. En dat meisje was dus gekidnapt door een man. En die man, hij heeft haar uiteindelijk gedood. Natuurlijk wenst hij hel voor hem en ook voor heel veel andere mensen. Was hij echt zo'n persoon die andere mensen oordeelde. Dus uiteindelijk, oké, mijn dochter of mijn zoon. Wie de fuck stuur ik naar de hemel? Oké, mijn zoon doet soms dit. Niet goed, hij luistert niet naar me. Oké, mijn dochter die negeert me soms. Uiteindelijk kon hij niet de keuze nemen. Hij kreeg gewoon de kracht om ze naar de hel te sturen als hij dus de keuze kon maken, maar dat kon hij niet. En zo is het ook met, stel je voor, je bent geloofd met God. Van, hoe kan God nou kiezen om eigen kinderen naar de hemel of hel te versturen? Dat is eigenlijk onmogelijk. Maar dus, dit betekent dat er overal kwaad schiet. Of je gelovig bent of niet gelovig, dat maakt hier in dit verhaal helemaal niet uit. Stel je voor, je bent dus slecht bezig. Dat betekent dat er ook goed moet zijn. En je bent goed bezig, betekent ook dat het weer kut zal zijn. Dus je bent goed bezig en je bent geld aan het verdienen en je hebt je droomvriendin. En iedereen in je familie is nog levend en je hebt hele goede vrienden die je kan vertrouwen, waar je op kan bouwen, die je kan vertrouwen. Je hebt genoeg geld, wat wil je nog meer in het leven, weet je? Je leeft goed, je hebt het goed. En in één keer gaat alles fout. Dat is dus... Wanneer het licht is, is er ook ergens altijd schaduw, want zonder die schaduw zou het licht nooit kunnen schijnen. En dat betekent ook waarschijnlijk dat je het ook zwaar hebt gehad in je leven daarvoor. Je hebt het zwaar gehad in je leven daarvoor en door dat kon dus het licht schijnen. Dus je bent over alles heen. Er is iets ergs gebeurd. En het komt gewoon goed. We moeten onthouden wat er ook gebeurt, het komt gewoon goed in ons leven. 100%. En als het nog niet goed gekomen is, betekent dat... vaak dat het nog niet het einde is. Wat denken jullie? Hoe denken jullie over depressies? Hoe denken jullie over goed en slecht? Hoe denken jullie van waarom is er goed in de wereld? Waarom bestaat er een God? Of waarom bestaat er geen God? Maar is er wel, weet ik veel, iets anders? Wat voor mij vertelt van oké, het moet goed zijn in het leven. Maar alsnog, naast al dat goede, gebeurt er zoveel slecht. Geven jullie de wereld schuld of kijken jullie naar jezelf? Laat het me weten, Markovic Reconstruct. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie meemaken. Naar hoe jullie depressie overkomen zijn. Of jullie het willen delen. Op internet kan alles anoniem. Wat je ook wilt, dus let me know. Dankjewel voor het kijken. Ciao.